leermaterialen in de UMC-wereld gaat heel ver terug. In een jaar of 12, toen is in Nederland een gezamenlijk UMC-project geweest met SURF samen. Medischonderwijs.nl en daar is heel veel e-learning uitgeruild. En de echte doorbraak kwam zo 2015 met de invoering van een nieuw curriculum waar onder andere self-directed learning een rol speelde. En daar heb je ook open onderwijsmateriaal bij nodig. Voor open leermaterialen hebben we als infrastructuur eigenlijk twee dingen. Eén is een nationaal platform medischonderwijs.nl, gedeeld door alle UMC's. En daar zit voornamelijk e-learning van eigen bodem in. Hier in Nijmegen hebben we voor het UMC een database. We hebben content curation gedaan en alle goedgekeurde materialen zitten in die database, zo'n 2600 stuks. En die kunnen docenten en studenten ook raadplegen. Dus dat is een heleboel minder werk voor docenten dan te gaan zoeken in die, het enorme oerwoud van zo'n 14.000, 15.000 bronnen. Binnen onze instelling hebben we eigenlijk verschillende rollen ook voor het hergebruik van open materiaal. Docenten zijn natuurlijk inhoudelijk voornamelijk geïnteresseerd en bezig. Maar we hebben ook nog de bibliotheekmedewerkers. Die krijgen vragen over copyrights, over licenties. Die krijgen vragen over hoe moet ik dit gaan zoeken en vinden. Die zijn belangrijk bij de metadatering ook van materiaal als we het weer willen herplaatsen. En onze onderwijsadviseurs, die krijgen er ook mee te maken. Die krijgen vragen bij herontwerp van materiaal. Die krijgen vragen van hoe kan ik dat goed in het curriculum neerzetten. Maar ook heel veel vragen over kwaliteit. Om het hergebruik van open leermateriaal te stimuleren, hebben we een cursus georganiseerd. In eerste instantie niet alleen voor docenten, maar juist ook voor de onderwijsadviseurs en de bibliotheekmedewerkers. Want dat zijn toch de mensen die advies geven. Studenten zijn van nature al heel erg geïnteresseerd in open leermaterialen. Maar wat je ook toch wel ziet is nog een relatieve onbekendheid van veel studenten. Dus we willen dat ook graag nog wat meer stimuleren. Bijvoorbeeld in de vorm van een cursus die ook ergens een plek hopelijk gaat vinden in het curriculum. En dan moet het ook voornamelijk gaan om die vaardigheden die je nodig hebt als student zoeken, vinden en dan ook leren in een heel andere omgeving. Het zijn skills for the future.